Radio 538 bevestigt na drie edities de stopzetting van de jaarlijkse inzamelingsactie Missie 538. Volgens een woordvoerder van de radiosender paast de actie minder goed bij de luisteraars en daarom is besloten om na drie jaar te stoppen. Ondanks het einde van Missie 538 benadrukt de zender dat het blijft streven naar bijdrage aan goede doelen in de toekomst. Tijdens de actie, die plaatsvond in de dagen voor Kerst, konden luisteraars tegen betaling verzoeken doen voor nummers. Daarnaast werden ervaringen en producten geveild en konden zowel luisteraars als bedrijven en andere organisaties hun eigen acties starten. Vorig jaar behaalde Radio 538 een recordbedrag van 4,7 miljoen euro voor het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. In het jaar daarvoor werd bijna 1 miljoen euro opgehaald voor verschillende goede doelen. De eerste editie van de actie vond plaats in 2020, waarbij 1,1 miljoen euro werd gedoneerd aan de voedselbank.